Wist u dat dit product al bijna 70 eeuwen bestaat en vroeger ook in Roosendaal werd gebrouwen? De Sumeriërs maakten rond 4500 voor Christus een drank van gerst. Dat gebeurde in het Tweestromenland, Mesopotamië, ruwweg nu Irak. Via de Egyptenaren en de Romeinen kwam het bier naar Europa. In onze streken werd bier vanaf de middeleeuwen veel gedronken. Het was vaak veiliger dan water. Zowel kloosterlingen als leken hielden zich met het brouwen bezig. Bier brouwen begint met het malen en pletten van mout, ontkiemde gerst. Dat heet schroten. Dan mengen met water in een grote kuip, zoals naast mij. Dat mengen noemt men maischen. In het volgende stadium wordt bier van zijn vaste bestanddelen, bierborstel, ontdaan. Dat heet klaren. Hop wordt toegevoegd en men kookt de massa. De volgende stap is filtratie. Ook hier blijft borstel over voor het vee. Door vergisting wordt daarna alcohol gevormd. Een uitvinding van Louis Pasteur. De vergisting gaat door tijdens de lagering. De opslag in vaten, wel 3 maanden lang. En altijd komt de overheid het alcoholpercentage meten. Accijns op bier is al eeuwen oud. Dit is een echte alcoholmeter. Maar zat er te weinig alcohol in, dan kwam de rechter eraan te pas. Deze brouwer ging dan ook verder als agent van andere bieren. Na het brouwen de keuze. Flessen afvullen of op fust om te tappen. In Noord-Brabant waren veel brouwerijen. Dankzij de uitstekende waterkwaliteit in deze provincie, zo ook in Roosendaal. De eerste berichten over bierbrouwen in Roosendaal dateren van de 18e eeuw. Bekende brouwerijen waren de Rijn in de Achterstraat, de Vijfhoek, de Vught, de Driehoek, het Anker, de Valk. De brouwerijen bevonden zich op 3 plaatsen. Ten eerste achter de panden Raadhuisstraat 45 en 47, aan de Kuiperstraat tot ongeveer aan het politiebureau in de Nieuwstraat. We vinden daar de namen De Rijn en Het Anker. Bezittingen van de familie van Gilze. Dan was er een op de hoek van de Molenstraat en de Damstraat. Deze brouwerij, De Valk van Dam, gaf dus zijn naam aan de Damstraat. De derde bevond zich in de Vughtstraat achter het Emiel van Loonpark. Ook hier weer een verwantschap, want zowel de straatnaam als de naam van de brouwerij zijn afgeleid van de buurtschap De Vught. Ook op de markt zat een brouwerij, de Vijfhoek. Nu zit daar Café Chagall. Boven het naastgelegen poortje staat weliswaar een wijnvat, maar het was echt een bierbrouwerij. Omstreeks 1935 was het met brouwactiviteiten gedaan. De klanten vroegen steeds meer pils in plaats van donkere bieren. Voor pils is een grootschalige brouwerij nodig, zoals de 3 Hoefijzers in Breda. In Roosendaal is daar nooit in geïnvesteerd. Maar het schenken en tappen gingen vrolijk door. Het aantal horecagelegenheden is groot en veel cafés bestonden al toen de brouwerijen nog volop draaiden.